Azarkan. Ik ben bang voor jou. Weet wat het is, voorzitter? Als de argumenten om iets wel of niet te doen heel slecht zijn, dan haal je gewoon de hele wereld erbij. Dan ga je de tegenstander, ga je zeggen, heeft u meegekregen dat er een Brexit is? Er werd net al gezegd, dividendbelasting in het Verenigd Koninkrijk is al 10 jaar nul. Het geld wat bij dividendbelasting uit het buitenland naar ons toe komt, dat komt niet uit Engeland. Dat komt uit Turkije, dat komt uit Canada. Daar slaat het neer, dat komt uit de Verenigde Staten. U heeft helemaal niet uitgezocht waar het geld neerslaat. Ja, 60% is Engeland en Amerika. De heer Azarkan. Ik ben nog even bezig. De heer Azarkan. Het is zo, in mijn bijdrage, mag ik even afmaken? In mijn bijdrage gaf ik al aan dat er het afgelopen jaar en het jaar hiervoor 30, 40 bedrijven uit het Verenigd Koninkrijk naar ons toe komen. En dat doen ze omdat de dividendbelasting hier toen nog geen nul was. Waarom zouden die bedrijven dat nou doen? De heer Buma. Ik ga nog een keer herhalen wat ik zei. Omdat er in de komende jaren voor heel veel bedrijven strategische keuzes komen. Omdat voor de toekomst het sneller gaat dan ooit. Het kapitaal. Nederland is voor zijn aandelen van 60% afhankelijk van aandeelhouders van alleen Engeland en Amerika. Uw inschatting is dat als wij de dividendbelasting niet verlagen, dat niets verandert. Mijn inschatting is, want dat is een inschatting, dat dat wel eens zo kan zijn. Sterker nog, dat als dat gebeurt, u en de SP allemaal bij de poorten van die bedrijven staan, de premier aanspreken, dat het een schande is dat die bedrijven dichtgaan. En ik sta liever hier nu tegenover u allemaal, omdat ik weet dat het risico, althans vind dat het risico te groot is. Ik word daarin overigens ondersteund door iemand als minister Dijsselbloem, die toen hij nog minister was, tegen ons allemaal zei, Nederland moet de naïviteit afschudden en moet zijn strategische economische belangen gaan beschermen. Dit is een strategisch economisch belang voor heel veel banen. Ik zeg het hem na, één verandering, wij doen het wel, waar anderen misschien de keuze niet maken. We moeten hem maken. Ja, voorzitter, graag afrondend. Meneer Buma, u heeft gewoon een ander geloof dan ik. U gelooft namelijk in dit verkwisten van 1,4 miljard euro en ik niet. En dat is het enige wat overblijft. U gelooft erin, ik geloof er niet in. Het is verkwisting van Nederlands belastinggeld niet doen. Ja, dat is toch een beetje een zielige manier van debatteren, vind ik. Echt waar. Want het gaat om een investering die we doen om voor 2 miljoen mensen in Nederland te zorgen dat de beslissing over hun baan hier duurzaam is. En dat is een maatregel die we maar om één reden nemen. En ik zou willen dat de Kamer dat steunde. Om de toekomst van die mensen, van hun gezinnen. Omdat ik niet van plan ben bij die bedrijven te gaan staan op het moment dat de deur dicht gaat. Omdat ik er nu wil staan op het moment dat de deur nog open is. Heb de kritiek maar. Kom er maar mee. Doe de korte termijn maar. Het gaat mij om de lange termijn.